Op woensdagavond 9 september is er in Overloon een informatieavond gehouden omtrent de toekomstplannen voor het schaartfan. Wat er vanavond gaat gebeuren is voor mij ook een verrassing. Ik weet dat de heer Droog van Leisurelanders die gaat hier zijn presentatie geven. Ik verwacht dat hij niet veel anders is dan wat wij vorige week te horen gekregen en wat hij ook gedaan heeft bij de laatste commissievergadering. Dus maar ik denk dat de discussie wel op gang komt. Vooral omdat we de raad, of het college, zo moet ik zeggen, het college uitgenodigd hebben. Dat hebben we eigenlijk bij alle bijeenkomsten gedaan. Alleen nu zijn ze vanavond gelukkig wel bij. Op het einde van zo'n informatieavond, dan springt de Holt Heese Dijk er toch wel uit, hè? Ja, dat is wel een hot item en de burgemeester heeft het ook al gezegd. Er zijn belangen die we af moeten wegen. Maar ik vind wel goed van vanavond dat we in een breder kader gekeken hebben naar het plan dat voor ligt. En een klein onderdeel, of in ieder geval een belangrijk onderdeel, is daarbij de afsluit Holt Heese Dijk voor gemotoriseerd verkeer. Volgens Peter Koppes is het onmogelijk om de Holt Heese Dijk af te sluiten. Dat is voor ons een belangrijke levensader, om het zo maar te zeggen. Ja, want wij zijn op Overloon als Holt Heese smakt. Ja, het smakt ook niet te vergeten, het valt wel onder Limburg en Vendraai. Ja, en Marseilles zijn wij eigenlijk georiënteerd op Overloon. Wat betreft onze eerste levensbehoeften, maar ook wat betreft onze zorg, wat ook heel belangrijk is. Ja, Overloon, dat trekt onze bewoners meer als, ik noem maar, de Vierlingsbeek. Ondanks veel weerstand geeft na afloop van de avond wethouder Peter Stevens aan dat er ook positieve geluiden klinken uit de zaal. Ik vind het goed om te horen dat mensen zeggen van ik ben op zoek naar evenementen. Ik heb kinderen, opgegroeide kinderen heb ik ook. En die vragen papa van wanneer komen er evenementen in de gemeente Boksmeer. En dat wil niet zeggen dat we elke week een evenement hebben. En evenementen zijn heel veelzijdig. Het gaat van inderdaad kleine clouds tot kleinschalige en tot een groot aantal popfestivals. Maar ja, dat is 1 of 2 keer per jaar. Dat is niet elke week in orde. Op 24 september komt de raad bijeen en wordt daar gestemd of de uitbreidingsplannen met daarbij het afsluiten van de Holt Heese Dijk doorgaan.